Stichting Double Positive van mevrouw Ethel Pengel. Die heeft er op deze zaterdag een 2-in-1 activiteit georganiseerd voor de doelgroep mannen en vrouwen die leven met HIV/AIDS. Dat is een verlaten moederdag geweest, waarbij ze dan los van, ja, hebben zitten netwerken, hebben zitten praten, ook een hapje, een drankje en een cadeautje erbij hebben gehad. En daarnaast hebben we dan gehad, waar zij ook stil bij zijn gaan staan, is het internationaal AIDS Candlelight Memorial 2023. En dat belicht het stigma en het zelfstigma dat mensen met HIV ervaren. Het thema is verspreid liefde en solidariteit om sterkere gemeenschappen op te bouwen. Een dag en gelegenheid om naar binnen te gaan, te luisteren, te leren en te handelen. We spraken er met mevrouw Ethel Pengel van Double Positive over beide activiteiten. Houdt u rekening mee dat wij, voor wat de insertbeelden aangaat, dat niet hebben kunnen maken, omdat de privacy van de mensen ook beschermd moeten worden. Vandaar dat u alleen mevrouw Ethel Pengel in beeld ziet. Het is 2-in-1 activiteit. Vorige week was er moederdag, maar door omstandigheden, door de regen is het niet doorgegaan. Hebben we dat ook ingelaten en ook een activiteit dat we de mensen gedenken die ons voort zijn gaan, die aan HIV ten gevolge daarvan zijn overleden. En hoe zag het programma eruit? Het programma is het eerste kennismaking. Is er een stukje geweest over, kennen jullie mensen die ook aan HIV zijn overleden? En zodoende hebben we even in stilte, iedereen op zijn manier in stilte, even nagedacht over degene die hun voor is gegaan. Ja. Ja. En de mensen die hier vandaag aanwezig zijn geweest, kent de stichting de mensen wel? Jawel, zijn mensen die leven met HIV, die dan 1 keer per maand hebben we dan groepen, dat mensen bij elkaar kunnen komen en bepaalde items dan hebben. Vandaag hadden we bijvoorbeeld een mondhygiëniste die over HIV en gebit ging presenteren voor ons. Ja. En hoe groot is de groep geweest? Want ik zie het is een, omdat we de beelden niet mochten schieten, ik bedoel, ja, dan kan je dan een beetje daarover vertellen. Ik zie dat u mannen hebt gehad, vrouwen hebt gehad. Ja, in totaal waren er 34 mensen aanwezig, zowel mannen als vrouwen, die dan bij de groepen komen. Je hebt ook soms ook jongeren. Ja. Ja. En bij zo'n gedenkdag hoort er dan ook een hapje en een drankje en een cadeautje erbij? Nou, omdat het moederdag was, heeft de stichting besloten om een kleinigheid aan de moeders te geven en aan de vaders. Maar meestal hebben we altijd wat drinken en een kleine hapje. Ja, dat is er meestal altijd. En krijgen de mensen ook een kleine transportvergoeding. Ja, anders komen ze niet, hè? Ja, en had je ook een boodschap voor ze, een moederdagboodschap? Nee, niet specifiek. Dat had ik niet voor ze. Ja. Ik denk dat iedereen, moederdag is ook al geweest, maar ik had vanmorgen niet de leiding om de groep te draaien. Dus. Ja, ja. Ja. Hoe zit het met de dag die jullie, u zei 2-in-1, ook zij die gestorven zijn, ja, door HIV en AIDS, daarbij staan jullie ook stil. Ja, hoe wordt er wereldwijd stilgestaan bij die dag? Nou, morgen is het internationaal, hè? In vele landen hebben ze op mars, gaan ze lopen op straat. Maar hier in Suriname, vroeger hadden we die Mamioname project waar ik werkzaam was, hadden we die Lobikandra wakken. En dan gingen we ook met kaarsen op straat lopen. Maar een voormalige directeur, dus die destijds bij Volksgezondheid werkte, vond dat wij als stichting het niet meer moesten doen, want mensen gingen niet meer dood vanwege medicatie. Maar, klopt dat? Klopt, ja. Maar ik denk dat we het volgend jaar weer, deze jaar gaan we weer de draad oppakken met het lopen als 1 december op straat. Want vanaf de COVID-periode zijn er heel veel nieuwe gevallen binnengekomen, zowel voor vrouwen, mannen en jongeren. Dus het is tijd dat we weer onze eigen ding gaan doen. Ja. En de groep van 34 die vandaag zijn komen opdagen, is dat hem? Of zegt u dat de groep in Suriname veel groter is? Nee, het zijn mensen die behoefte hebben om naar een praatgroep te komen natuurlijk. Maar meer mensen wonen toch, leven hier in Suriname ook met HIV, dwars door alle bevolkingsgroepen heen. Maar niet iedereen heeft zin om samen met anderen te zijn. Weet je, sommige mensen managen hun eigen dingen. Weet je,
En dat is ook goed dat sommige mensen zelf hun gang kunnen gaan, hun eigen leven kunnen managen. Ze hebben een ander hulp niet nodig. Ja. Hoe staat het met dat stukje stigmatisatie en discriminatie? Nou, dat is er nog steeds, hè. Stigma en discriminatie gaat nooit meer weggaan. Het gaat altijd in ons midden zijn. Maar jij die met HIV leeft moet weten hoe ermee om te gaan. Voor de grap, gisteren was ik even in AZ. Ik bracht iets voor iemand. En het moment dat ik binnenkom, dan heb ik inderdaad gezien hoe mensen elkaar aan hun dijen slaan. De astma in draaien, loko. Tsumana astma. Weet je, dus ik ervaar het bijna iedere dag. Maar ik neem het als een positieve iets. Vroeger hapte ik en dan ging ik mensen aanspreken. Maar nu lach ik gewoon erom. Als ik vier vind van, hé, ik moet er wel wat van zeggen, dan zeg ik het maar. Maar nu trek ik me niet zoveel van aan. Ik moet weten hoe ik met mijn status omgaat. En u bent het gezicht in Suriname, niet nu, al heel veel jaren. Ja. En ondanks dat, krijgt u nog van die reacties? Ja, je hebt altijd mensen die je even pijn willen doen. Is voor gewoon zo. Stel ik stap uit een bus en iemand gaat in de bus, want ik heb geen auto. En dan op dat moment ga je in de bus, maar stap jij uit, maar die persoon gaat zitten. Dan zie je hoe die persoon die stoel hard slaat. Van een soort eetsbillenbestonja of zo. Die uitspraken hoor je nog steeds. Nog steeds zie je soms hoe mensen schutterig doen als ze je zien. Of dat ze niet naast je willen zitten. Of ze negeren je. Maar ik sta ver boven. Die tijd is er voorbij. Mishif mikba, dem sapfudete. Maar u bent iemand die dat van zich kan laten afschudden. Ja. U neemt geen blad voor uw mond. Nee. Maar hoe zit het met anderen die dat ter harte nemen? Nou, dan hebben ze gewoon een probleem. Dat zijn die mensen die dan leiden, hè. En dat zijn juist die mensen die nooit over hun status met hun familieleden of hun kinderen gaan praten. Want ze zijn bang voor stigma en discriminatie. Dus dat denken ze ook. Mijn familie gaat mij ook stigmatiseren en discrimineren. Maar ja, ik vind het altijd zielig degene die dat met de anderen doet. Want die dat af mij, maar kan dit tamara wa moro takruzane wakti inosabi. Ik voel me gelukkig. Ik kan alles doen wat ik wil. Ik kan eten wat ik wil, dragen wat ik wil, doen wat ik wil. Ik voel me gelukkig. Ja. Ja. Dus waar in de COVID-periode, mevrouw Pengel, ja, mensen vanwege de strenge regels thuis moesten blijven, ja, zijn ze toch ook andere dingen gaan doen als u me zegt dat er een toename is waargenomen? Ja, mensen zijn gaan experimenteren natuurlijk met hun seksualiteit. En dwars door iedereen heen zie je dat HIV is gaan groeien, ook door jongeren. Je moet denken dat sommige mensen seks hebben met jongeren. En die persoon weet eens niet eens dat hij of zij geïnfecteerd is. En zo'n kind krijgt het ook. Snap je? Dat zijn allemaal dingen die vandaag aan de dag heel veel voorkomen. Stiefvader heeft seks met stiefdochter. Stiefdochter weet niet dat stiefvader HIV geïnfecteerd is. En daar heb je weer een ander probleem. Dus ja, we blijven maar voorlichting geven. En mensen zeggen, bescherm jezelf, bescherm jezelf. Maar als ze niet willen, dan kan je ook niets aan doen. Want zelf zie je met mensen zelf die met HIV leven, die zichzelf niet willen beschermen. Je komt ze soms tegen en ik vraag ze, heb je condoom? Dan zeggen ze nee. Dan vraag ik, waarom niet? Dan denkt men, nou die man moet het hebben. Nee, jij bent op straat om te gaan jagen. Jij moet zorgen dat je condoom hebt. Ja. Want vaak genoeg zetten mensen ook gaatjes in die condoom en je weet het niet. Ja. Ja. Hoe is het met de toegang? Suriname verkeert in zeer moeilijke tijden, waar we horen allerlei verhalen over medicatie. Hoe is het met voor de mens met HIV-AIDS, de toegang tot medicamenten? Nou, het is moeilijk. Tot en met gisteren nog belde iemand me op. Ze is naar de apotheek gegaan en ze heeft maar 15 gehad. En vorige week kreeg ik ook al een klacht. Sommige apothekers geven mensen in rantsoenen. Want zoals u weet, we hebben een hele grote schuld in India. India is onze persoon die ons medicijnen geeft en al die dingen meer. En de remmers die mensen drinken komen daar vandaan. En er is een schaarste ook aan medicijnen. Stel op dit moment, u wil getest worden op HIV. Ze hebben niet eens die materialen om u te testen. Om aan te tonen wanneer u leeft ermee of niet. Ze hebben die reagentesten niet. Heel veel dingen, qua ook met HIV medicijnen, is er ook op dit moment niet.
Ik vind het verschrikkelijk, want dan word je straks met de vinger gewezen dat je niet therapietrouw bent. Maar als je voor 15 dagen krijgt en je woont op Klaaskreek, wie betaalt dan die busgelden voor jou om weer naar de stad te komen om nog die 15 anderen te nemen? Onze volksgezondheid is helemaal nee. Ik kan niet zeggen dat het in orde is of niet in orde, maar het gaat niet goed. Ja. Dat is toch wel zeer problematisch, zoals ik, als ik dat zo van u hoor. Ja, het is zeer problematisch. Ja, want sommige mensen maken hun zorgen van misschien ga ik morgen en ik heb geen medicatie. Hoe verder? Een hele tijd zag je mensen dus naar Frankrijk gaan. Abrawatra toch Sint-Laurent. En ik heb al van 3 mensen gehoord, mevrouw Pengel, ik denk dat ik weer naar Sint-Laurent ga voor mijn medicijnen, waarvan ik zeker weet dat ik het krijg. Je hebt natuurlijk een paar mensen die therapie ontrouw zijn, maar de hele grootste groep van die mensen zijn niet therapie ontrouw. Drinken geregeld hun medicijnen. Maar je hebt altijd een groep mensen die van, ze willen niet hebben dat hun familie weten. Dus ze gaan geen medicijnen drinken. Mensen die denken dat een waarzegger of een medium hun gaat helpen door te bidden of boostdresie. Maar dat helpt niet. Want worden allemaal zieker. Ja, mensen worden allemaal zieker, want true. Is zo kondre manje na kondre bij open takaboes dreunside. Sa e kira furus in justing. Takino ap HIV. Das ranambo kong gudu. Want den gudu man die ap money. De wang mopo uit HIV sikita. Ma deno man. Er is geen medicijn. Alleen die AIDS-remmers zijn die medicatie tot nu toe waar ook ter wereld. Heeft Suriname de laatste cijfers, mevrouw Etnel, voor wat, mevrouw Pengel, voor wat betreft de mensen die zijn gestorven als gevolg van HIV-AIDS? Nou, dat lopen wij ook achter, hè. Het ministerie loopt ook achter met monitoring en evalueren van hoeveel mannen, hoeveel vrouwen dit jaar zijn gekomen, hoeveel zijn overleden. Ik weet het niet, want wij houden dat niet bij. Wij weten wel ongeveer soms hoeveel mensen die bij ons komen zijn overleden. Maar niet altijd ga je dat kunnen traceren. Ik tenminste, om naar de radio te luisteren, nee. Of dat familieleden je komen zeggen die is overleden, dan weten we het wel. Maar meestal hebben wij geen cijfers hoeveel mensen zijn bijgekomen en hoeveel overleden zijn. Wij wachten ook op wat de andere deskundigen ons mededelen. Ja.